Wat weet jij nog van de dag dat je voor het eerst ongesteld werd? Met mijn ouders gingen wij een reis maken door Papua. En toen in één keer in het midden van die reis gebeurde er iets. En ik dacht echt van, wat gebeurt hier? En ik weet nog wel, de eerste dag had ik het dus ook niet aan mijn moeder verteld. En ik dacht echt, oké, ik ga dit zelf oplossen of zo, weet je wel. Totdat op een gegeven moment ik merkte van, oké, ja, ik moet nu toch wel even aan mijn moeder vragen van, what's going on? Want wist je wat het was? Ja, dat wel. Alleen daarom dacht ik van, oké, ik kan dit heel goed zelf oplossen met wc-papier of zo. Totdat ik op een gegeven moment merkte van, oké, alles begon door te lekken. Oké, dit kan niet. Ik moet echt nu iets van maandverband of zo gaan halen. En toen zijn we dus met mijn moeder dat gaan halen. Ik weet ook nog wel de allereerste keer dat ik een tampon in ging doen. Maar mijn moeder was toen op werk. En toen dacht ik van, oké, ja, maar ik kan dit zelf. En toen ging ik dat zelf doen. Maar toen kreeg ik hem er niet meer uit. En toen heb ik gewoon de hele dag hem ingehouden. Totdat mijn moeder weer terugkwam van haar werk. En die heeft hem er toen eruit gehaald.